Ik ben Marijke van der Meer. Ik ben geboren in Den Haag. Ik heb in mijn jonge jaren in Spanje en in de Bahama's gewerkt. Ben toen weer teruggekomen naar Nederland. Zit sinds een kleine 40 jaar in een rolstoel. En sinds 1990 woon ik in Zoetermeer. En politiek is mijn hobby. Mijn belangrijkste portefeuilles zijn jeugd en onderwijs. En de andere is openbare ruimte met daarin het water, de bomen, de straten. Alles wat je als Zoetermeer daarbuiten ziet. En in het jeugd en het onderwijs gaat het erom dat wij zorgen dat alle kinderen krijgen wat ze nodig hebben. En bij de openbare ruimte gaat het erom dat we zorgen dat het zo netjes blijft dat iedereen het heerlijk vindt om hier te wonen. Waar het gaat om de jeugdzorg wil ik ervoor zorgen dat alle kinderen die echt jeugdzorg nodig hebben, die krijgen. En ook op tijd. Tegelijkertijd moet ik ervoor zorgen dat de kosten voor de jeugdzorg niet steeds verder uit de hand lopen. Want we willen ook voor de kinderen die voor de rest in Zoetermeer opgroeien er genoeg te doen is. Dat ze naar de bibliotheek kunnen, dat ze kunnen spelen, dat ze kunnen sporten. Dus we moeten heel goed opletten waar we ons geld aan uitgeven. En een van de dromen die ik heb is dat we de jeugdzorg en het onderwijs dichter bij elkaar brengen. Waar het gaat over het openbaar gebied richt ik me vooral ook even op de bomen. We willen graag dat de bewoners kunnen meepraten over waar bomen in de weg staan en waar ze last van hebben en waar ze er bomen bij zouden willen hebben. En dat willen we juist met elkaar doen. Het belangrijkste is dat we hebben afgesproken dat we aan het eind van deze periode meer bomen hebben als op dit moment. Wat mij betreft gaan we ervoor zorgen in de komende 4 jaar dat ook Zoetermeer steeds toegankelijker wordt. Ik ben wethouder toegankelijkheid en ik sta met 4 wielen op de grond. En ik ga er stevig voor zorgen dat we dat bereiken.